In Venezuela is het nog 26 graden. Dus dat is even wat anders. En ik heet jullie welkom namens het 8 maart comité. Drie vrouwen van het 8 maart comité Amsterdam zijn nu in Venezuela. En daar zullen we straks ook verhalen van horen. Het is vandaag een historische dag, want 100 jaar geleden is voor het eerst in de verschillende landen de Internationale Vrouwendag gevierd. In Nederland was de eerste keer in 1912, toen was het ook nog niet op 8 maart. En in 1915 was er op Internationale Vrouwendag in Amsterdam een indrukwekkende demonstratie van 5000 deelnemers, vooral tegen de oorlog. De Eerste Wereldoorlog was dat. Vrouwen streden in die tijd voor betere werkomstandigheden, voor de 8-urige werkdag, voor afschaffing van kinderarbeid en voor het vrouwenkiesrecht. Tegen de oorlog en de voedseltekorten. En voor hun gemeenschappelijke behoeften en eisen. Niet alleen brood, maar ook rozen. Daar is ook een mooi lied over. Ook in Nederland is de strijd nog niet gestreden. We hebben gelijke rechten, op papier. Maar in de praktijk blijkt dat we voor onze rechten moeten vechten. Vrouwen in Nederland zijn kampioen deeltijdwerker. Ruim 70% van de vrouwen heeft betaald werk. Dat is in de 27 EU-lidstaten, ligt dat percentage alleen in Denemarken hoger. Ze zijn ook hoger opgeleid dan gemiddeld in de EU. Dat is allemaal statistiek. Maar is Nederland dan kampioen vrouwenemancipatie? Is het niet meer nodig om op 8 maart de straat op te gaan voor gelijke rechten voor man en vrouw? Nee, want ook het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen is hier groter dan gemiddeld in de EU. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 81% van het bruto loon dat mannen ontvangen. In de EU is dat 83%. En door de hoge arbeidsproductiviteit is de algemene uitbuiting in Nederland al hoog. Door het loonverschil worden vrouwen dus dubbel uitgebuit en gemiddeld meer dan in de rest van de EU. Hierbovenop komt dat driekwart van de Nederlandse vrouwen in deeltijd werkt. Dus de Nederlandse vrouw mag zich kampioen deeltijdwerken noemen. In de praktijk moeten de meeste werkende vrouwen met kinderen hun baan combineren met de zorg voor het gezin. Dus rennen, van hort naar her, ophalen, wegbrengen. Een kind ziek, paniek, ouders vragen om bij te springen. Ophalen en wegbrengen, overwerk of verschoven werkuren van een man opvangen, verslechteringen in de zorg, onderwijs en collectieve voorzieningen zien te overleven. Zulke vrouwen worden vanzelf goede organisatoren. Ze doorzien ook de mooie praatjes van parlementaire politici, omdat zij wel met twee benen op de grond staan. Vrouwen zoeken verandering, maar krijgen boer zoekt vrouw of Gooise vrouwen. Ja, oh, jij vindt dat mooi. Dus, aan de basis is er een opleving van de vrouwenbeweging. Van vrouwen die geen dubbele uitbuiting en onderdrukking willen. Die basisvrouwen houden dus ook van 4 tot en met 8 maart die Wereldvrouwenconferentie in Venezuela. Vrouwen uit meer dan 50 landen in de wereld zijn daarbij betrokken. En daar horen we straks dus nog meer van.